De vierde Westfriese donderdag, de dag van de dans in Schagen, was weer een prachtige dag met veel bezoekers. Niet alleen de kinderen en de Westfriese dansgroep dansten op het podium, maar er waren ook een dansgroep uit Blokker en uit Hoogwoud. De Westfriese dansgroep bestaat dit jaar 70 jaar en wij vroegen voorzitter Germa Smit van de Westfriese dansgroep hoe ze bij de dansgroep terecht is gekomen. Rond 2000, ergens denk ik, ben ik gevraagd om accordeon te kunnen spelen, komen spelen voor de kinderdansgroep, want ze zaten toen omhoog. En dat heb ik, ik denk 16 jaar gedaan. Heel lang in ieder geval. Tot ik ging dansen bij de dansgroep. Ja, en toen moest ik een combinatie maken of dansen of spelen in het Bacardo, want dat deed ik voor de kinderdansgroep. En toen heb ik toch voor de dansgroep gekozen. Je dacht, iets nieuws, daar kies ik voor. Nou ja, ook. En ik hoopte heel erg dat iemand anders het over zou nemen. Nou, dat is een tijdje gebeurd, maar nu dansen de kinderen alleen hier nog. Dus... De groep bestaat 70 jaar en ter ere daarvan is er ook een boek uitgebracht, hè? Ja, ja. En daar zijn we heel trots op. Want we hebben bewust 70 nu gekozen. Want halen we 75 wel? Dat is een heel groot vraagteken. Want als er geen vernieuwing bij komt, dan weten we niet hoe het afloopt. Zijn er ook regelmatig minder mensen bij de dansgroep dan? Nou ja, minder mensen. Mensen worden ouder. Er komen gezondheidsproblemen. Dus we zouden graag wat meer aanwas willen. Daarom zijn we ook heel blij dat we nu dansen met Hoogwoud. Zodat we wel genoeg paren hebben voor optredens. Dat willen we graag. We willen ons laten zien. Ja. En dat gaan jullie ook in het boek natuurlijk laten zien. Hoe lang is daarmee bezig geweest? Er zijn er drie mee bezig geweest. Ineke en Fred Wiemers. Nou, die hebben een slaapkamer vol met historische dingen. Die hebben alles verzameld. En Hans Wiemers. En daar zijn ze toch wel een anderhalf jaar mee bezig geweest om alles, nou ja, vanaf 1954 tot nu te kunnen ordenen. Een hele klus, ja. Des te meer omdat je ook niet ervaren daarin bent. Dus je gaat eerst hier en daar eens vragen hoe je dat moet gaan doen. En dan, voor lieverdelee steeds een beetje meer. En zo is het gegroeid. En zo is het op tijd klaargekomen. Zo, nou, die druk zat erachter. We wilden het voor dit seizoen klaar hebben. Ja, zeker. Ter ere van het 70-jarig bestaan hebben drie leden van de dansgroep, Ineke en Fred Wiemers en Hans Wiemers, het boek Westfriese Dansgroep Schagen samengesteld, waarvan het eerste exemplaar aan wethouder Puk de Nijs werd uitgereikt. Tot hun grote verrassing werd dat initiatief beloond met een Schagen compliment.